Door de oorlog in Syrië komt in 2015 de grote vluchtelingenstroom op gang. De vluchtelingen vinden verschillende routes om Europa te bereiken. Eerst via Turkije, maar ook via de gevaarlijke Middellandse Zeeroute. Sinds 2015 zijn ongeveer 2,6 miljoen vluchtelingen naar Europa gekomen. Ruim 66.000 asielzoekers kwamen naar Nederland. In de ogen van sommigen werd Nederland overstroomd door vluchtelingen. Maar wat zeggen de cijfers eigenlijk? Als je alleen rond het jaar 2015 kijkt, kun je tot die conclusie komen. Maar als je de cijfers van de afgelopen 20 jaar ziet, dan ontstaat er een ander beeld. Eind jaren 90 en begin 2000 komen er veel meer vluchtelingen naar Nederland vanwege de oorlog in voormalig Joegoslavië. Op dit moment zitten we weer op een gemiddeld niveau.